Ruim de helft van de brievenbus in onze provincie gaat verdwijnen. In het zuiden is de grote operatie al gestart. En ook in het noorden worden er nu plannen gemaakt welke brievenbussen er precies weg moeten. Hier in Andijk zullen er 5 van de 12 brievenbussen verdwijnen. Er is nog niet bekend precies welke, maar dat zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn, hier aan de Middenweg. Of misschien deze, aan de dijk. Of misschien deze brievenbus, midden in het centrum van Andijk. Ja, ik ben er niet blij mee, maar het is een versterking van de trend. De trend is om steeds meer servicepunten voor het publiek te laten verdwijnen, want dat schijnt goedkoper te zijn. Het is een blikseminslag. Ja, dit wist ik niet. En ik zou het zeer betreuren, maar goed, wij wonen hier vlakbij. Dus, want deze zit in het centrum van het dorp, dus het lijkt me heel stug dat hij weggaat. Ik denk dat er een heleboel dus zullen zeggen van jammer, want waar moeten wij dan naartoe? Ik vind het heel jammer voor het dorp, want er verdwijnt al zoveel. Dus ja, ik zeg pinautomaat nog maar 1 en dan, ja, alles verdwijnt daar. Dus ik denk dat het voor de ouderen best wel moeilijk wordt. Het zal wel zo zijn dat die senioren geen interessante doelgroep zijn, want alles draait natuurlijk om het rendement. Maar dit is ook weer iets waarin je ziet, alles is ondergeschikt aan het rendement en het dienen van de publieke zaak, dat komt op de tweede plaats. Er is door PostNL een overzicht gemaakt van de brievenbussen die mogelijk verdwijnen. De gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid Medemblik mag hierin nog haar advies uitspreken. De brievenbussen zouden in februari 2019 moeten verdwijnen.